Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door BP, Leenders IT en Leenders Gila-adviseurs. Club Panningen heeft het N-woord aangegrepen om een heusje interland te voetballen. Jawel, tegen Tivoli. Een interland die in ieder geval in Panningen plaats wil vinden, waarbij een andere cultuur de tegenstanders wil zien. Ze zullen er in ieder geval ook kennis mee willen maken op het gebied van de jeugd, ook tegenwoordig te kennen laten voetballen. Tivoli bestaat uit een kleine 100 eilandjes in de Stille Oceaan. Tivoli ligt geïsoleerd. Het dichtstbijzijnde buurland is Fiji. Zo'n 1500 kilometer verderop leek. Waarom is dit belangrijk voor Panningen dat deze wedstrijd wordt georganiseerd? Voor Panningen is het belangrijk dat het is een stukje exposure, uitstraling van Panningen naar buiten toe. En toevallig is de zorgde tegenstanders op derde klasniveau. En Panningen was direct geïnteresseerd om daar tegen te voetballen natuurlijk. Wie ziet het programma er vandaag goed? We zijn om 5:30 begonnen. Hebben alle kabouters en alle E's en alle F-spelers hebben tegen toevallig gevoetbald. Dat was een hele leuke happening. En vanavond om 7:00 speelt dan het eerste tegen Tuvalu, een oefenwedstrijd. En aansluitend doen ze nog een showdans in de tent als afsluiting van het programma. Dan is dit een vriendschappelijke wedstrijd, maar eigenlijk ook een interland. Daar mag je gerust op zien. Ja, dat zien we zeker. Het is een echte interland, ja. Het is het nationale team van Tuvalu. En daar zijn we hartstikke blij mee en hartstikke trots op. Tevens een oefenwedstrijd of zie je het ook een beetje als een interland hier in Panningen? Nou, het is een oefenwedstrijd, maar we geven er een internationaal tintje aan. Dus we halen alles uit de kas om de volkslieder weer erbij gehaald. En we maken er een goed programma van. Eigenlijk dat je vanavond tegen Tuvalu speelt? We willen de mensen van de club, de kinger en ook de senioren kennis laten maken met een andere cultuur, Polynesische cultuur. Daar komt hij ook een foto-expositie van Tuvalu de komende 2 weken. Dus, en dan kunnen de kinger nog eens nakijken wie dat er aan toe gaat. Een land met heel veel eilanden, waar er heel veel niet van bewoond zien, maar waar er ook van bewoond zien. En jou hier heel voetballen, denk ik. Ja, ze willen hier lid worden van de FIFA. En dat, tot op heden is dat niet gemogen, omdat ze waarschijnlijk omdat het voor de UEFA, voor de FIFA, niet interessant is om zo'n land erbij te hebben. Hè? 13.000 inwoners. Dus financieel is dat niet interessant voor de FIFA. Maar ze willen er zelf keer bij, ze willen zelf keer voetballen. Dus we helpen hun erbij. En daarom deze wedstrijd onder andere. Daarom deze wedstrijd. Wie ziet je er eigenlijk toe gekomen? Wie ziet je contact gekomen met dit land? We zijn benaderd door de projectleider. Daar wil je een stage organiseren in Nederland. En uiteindelijk is dat gekomen door Foppe de Haan, door bondscoaches geweest. Hè? En Paul Driessen, de projectleider, die heeft ons toen benaderd of we ook een aanmerking of we ook zo'n wedstrijd willen organiseren. En toen hebben we jou gezegd, ja, en zo is dat gekomen. Omdat Tuvalu bestaat uit koraaleilanden, groeit er bijna niks. Beschikt het niet over natuurlijke hulpbronnen, de werkeloosheid is er groot, het bedrijfsleven is er niet, de banen zijn er niet, ze zijn er eigenlijk alleen bij de overheid. Ongeveer 80% van de bevolking is werkeloos. Maar omdat de mensen grotendeels zelf voorzienend zien, brengen de meesten hun dagen door met vissen, kokosnoten plukken, groenten verbouwen, de witte stranden mogen betoverd zien. Tuvalu is een arm land. Politische, een tegende, wie is eigenlijk bij Tuvalu gekomen? Ik zag dat Tuvalu in 2008 een bezoek had gebracht aan de FIFA in Zurich. En toen de druim werd uitgesproken om een toekomstig FIFA-lid te worden. En dat vond ik een heel nobel streven. Het is het meest geïsoleerde land ter wereld, 15.000 kilometer evenaf.
En ook het kleinste land ter wereld dat geen lid wil worden van de FIFA. Dat vond ik iets heel bijzonders. En toen dacht ik, ik moet de helpende hand toereiken. Ik wist dat Panningen een rijke voetbalhistorie heeft. Een sterke organisatie. En dat sprong me heel erg aan. En ik dacht dat FC Panningen een ideale partner zou zien om samen deze uitdaging aan te gaan. Om een samenwerking op te zetten. Het wedstrijdresultaat van de Heusche Interland tegen Tuvalu zou je niet belangrijk zien. Wel dat ze tegen een cultuur die voetballen. En op het veld was dat te zien, want de Tuvalianen waren niet misselijk. Ze kosten in ieder geval ook in de wedstrijd laten zien dat ze technisch, maar ook tactisch het einde en hangen wel kosten. Ze lieten het zien en lieten de Panningse spelers toch een beetje zwijten. Ze moesten in de eerste helft alle zeilen bijzitten om in ieder geval een goed resultaat neer te zetten. Dit werden wel bewerkstelligd. Ze kwamen op een 1-0 voorsprong, maar daar bleef het dan toch rustig bij. In de tweede helft was het mede door een hat-trick van Robin van Os, waardoor Panningen op een 4-0 voorsprong kwam. Het doelpunt wat door de Tuvalianen werden gemaakt, was in ieder geval het schoonste doelpunt wat we in de wedstrijd zagen. Het publiek ging op de banken staan en de wedstrijd werd uitgespeeld. Uiteindelijk werd het 4-2. We hebben deze wedstrijd gezien, eindigde in 4-2. Wat betekent dat nou voor u, voor allemaal het werk wat ik dan gedaan heb? Kreeg je nog zien dat het een doel gehad heeft om tegen deze mensen te spelen? Uitgezongen wat de uitslag dan nog is? Ja, ik denk zeker dat dat een doel heeft. Het is, we willen, er komt dadelijk nog een stukje programma achteraan. Daar willen we laten zien wat Tuvalu is. Er komt ook een hele serie voorstelling van wat Tuvalu, met welke problemen dat die kampen. Dat komt hij in de kantine te hangen een aantal weken. Dus we willen ook goed laten zien welke problemen dat die mensen in Tuvalu hebben. En dat willen we verbroederen met voetbal. Ik heb Panningen door aan mij gedaan heeft. Ik denk het wel. Het is voor ons een uitdaging geweest en ik denk dat we het leuk gebracht hebben, dat het een leuke avond geweest is en dat het nog zeker nog wel even doorgaat. Heb je eigenlijk aan deze activiteit meegedaan? Nou, we vinden het op de eerste plaats belangrijk dat Tuvalu de kans kreeg om zich in de kieker te spelen bij de FIFA, want dat willen ze hier op de FIFA-ranking komen. En we vonden het een hele leuke gelegenheid om net voor de competitie of sponsors iets extra's te bieden. En als zich een interland heen en toe kan halen, dat is en voor de sponsors leuk. Nou, en we maken er een dubbelslag mee. Ja, Tuvalu is een eiland, heel veel eilanden met heel weinig inwoners. Ze willen FIFA-lid worden. En we hebben gezegd, nou, wij willen ook een kans bieden om hele oefenwedstrijd te spelen voor de SV Panningen, met de SV Panningen. En dat weer is voor de FIFA-ranking wellicht aanleiding om te zeggen, oké, je mag dadelijk aansluiten bij de FIFA. Wat voor werk heb je in die voorbereidingen hierin gehad? Nou, heel veel organisatorisch. Er moesten op een gegeven moment de sponsors, er moesten kijken wat willen de sponsors en wat kennen ze van de sponsors. We willen als vereniging wat doen. Voor de club eigenlijk zelf niet zo veel, tenminste de voetballers niet. Want we hebben het gewoon gezegd, van dit is in plaats van een trainingsoven, is een oefenwedstrijd. Hè, Zenit maar zo. Maak er een leuke pot van, goede tegenstand, maar netjes. En dus in het oefenprogramma past dit perfect naar de wedstrijden die we nog moeten spelen. En voor de beker en naar 7 september tegen Beringen voor de eerste competitiewedstrijd. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door BP, Leenders IT en Leenders Gila Adviseurs.